Wat ik erg mooi vond was de slotopmerking van Flip Voets van de Raad voor de Journalistiek hier. Die zei, wij moeten als journalisten leren dat iedere klacht een cadeau is. Het is ook een teken van, wij vinden het belangrijk wat jullie doen. Wij nemen de moeite om bij jullie te laten merken dat we het ergens misschien niet mee eens zijn. Wij als lezer en kijker, wij nemen de moeite om jullie bij de les te houden. En dat moeten wij denk ik echt leren als journalisten. Elke klacht is een cadeau. Het is moeilijk, want ik moest het zelf leiden. Dus, maar ik kreeg uit de zaal wel de indruk dat het wel. Er waren genoeg vragen, het was levendig. De anderhalf uur waren zo op. Media-observatorium. Hier kan dat denk ik een hele goede aanvulling zijn op dat wat er al aan wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. En ik begrijp ook vooral van haar dat er maar heel weinig wordt gedaan. Echt naar de inhoud en de methodiek van de journalisten. Ook omdat we dat zelf als journalisten maar heel mondjesmaat toelaten. Dus ik denk dat het een goed initiatief zou kunnen zijn. Dus wellicht is er een overheid te vinden die daar iets aan geld in wil steken. Ja, daar moeten mensen in komen te zitten die natuurlijk vanuit een brede, vanuit de wetenschappelijke wereld en misschien ook wel vanuit het werkveld zelf een zitting innemen en met een blik van onafhankelijkheid daarnaar kijken. Je zal dat heel goed moeten borgen, die onafhankelijkheid, omdat anders ook de media zelf zullen zeggen, ja, maar die club die kennen we en daar willen we niks van weten.